Heb jij een idee wat er allemaal gebeurde bij het penalty moment? Na de penalty mee? Nou ja, gewoon alles met de VAR erbij en zo. Dat het weer deze kant op gaat en dan opeens weer zo. Nou ja, de penalty was voor mij vrij duidelijk. Ik zag gelijk vanaf het begin dat hij werd geduwd met twee handen. Ik ging ook gelijk naar de scheidsrechter toe. Alleen hij floot niet, dus we moeten gelijk verder. Dus ik kan niet lang blijven protesteren. Uiteindelijk, toen hij naar het scherm ging, wist ik dat het een penalty was. En dan, je was wel van overtuigd dat hij hem zou gaan geven? Ja, want ik had gezien dat hij hem vol met twee handen in de rug duwde. Dus dat had ik zeker gezien, daar was ik van overtuigd. En na de penalty, Toen wist ik in principe niet wat er aan de hand was, maar ik heb daarna rustig gevraagd en toen kreeg ik antwoord. Is het niet heel verwarrend en frustrerend dan ook, je daar staat van, ja, wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? Dat je geen idee hebt wat er eigenlijk gebeurt? Maar dat is het bekende liedje toch? Ja, maar goed, dat wil niet zeggen dat het frustrerend kan zijn. Jawel, maar dat is altijd. Als je een goal maakt, weet je niet of je gelijk kan juichen, want je weet dat die op alle momenten kan afgeschaft worden. Maar dat hoort er nou eenmaal bij en daar moet je rekening mee houden. En jij hebt ook aangekondigd dat jij na dit seizoen Vitesse gaat verlaten. Hoe lang was dat al duidelijk voor jezelf? Volgens mij was dat heel erg lang duidelijk. Ik heb volgens mij vorige winterstop al gezegd van als er iets komt waar Vitesse uiteindelijk blij mee is en ik zelf ook, dan zullen we om de tafel gaan zitten. Dus dat is al een jaar geleden. Alleen toen werd er niet veel over geschreven en gezegd. Ik heb nu een interview gehad waar ik het weer heb gezegd. En dan wordt er heel veel over geschreven. Dus voor mij... Dat verbaasde je wel dus? Ja, dat verbaast me wel enigszins, omdat het voor mij helemaal niks nieuws was. In één keer werd het heel groot nieuws. En het is zoals het is. Daar ben ik wel heel open en eerlijk over. Weet je. Het is, ik wil Vitesse zeker met wat achterlaten en niet zomaar de deur uitgaan. Maar ik ben 29 en ik wil ook kijken of ik nog iets verder kan groeien. Ja, dan word je natuurlijk al vaker met Feyenoord in verband gebracht. Speel je vandaag tegen Feyenoord? Is dat dan nog extra belangrijk om te denken, kijk, speel me in de kijker? Nee, want eigenlijk is het door de media in de wereld geroepen. Feyenoord heeft zelf nog nooit gebeld of geïnformeerd of wat dan ook. Dus voor mij is het helemaal niks eigenlijk. En ik krijg daar vragen over. Alleen ik kan er helemaal niks over zeggen. Het is een mooie club, maar meer kan ik ook helemaal niet zeggen, want ze hebben nog nooit gebeld. Nee, er zou volgens Omroep Gelderland wel interesse vanuit Amerika zijn voor jou. Is dat iets wat jou trekt? Dat kan wel interessant zijn. Dat kan leuk zijn. Ik denk dat een mooi avontuur is. Alleen moet je kijken of het hele plaatje dan goed is en of dat klopt. Volgens mij is er natuurlijk zal er wat interesse zijn. En het zal ook vanuit andere dingen zijn. Maar zolang dat er niet concreet is, is er voor mij nog niet echt tof tot nadenken. Genoeg tijd nog dus? Ja, ik heb alle tijd. Het liefst heb ik altijd gezegd, maak ik het seizoen af bij Vitesse en gaan we Europa in. Dat is mijn doel. Alleen ja, je weet nooit hoe het loopt. Nee, hoe groot schat jij de kans percentueel dat jij na de winst nog bij Vitesse speelt? Dat weet ik niet. Kan ieder moment anders zijn. Dankjewel.